Wat doet de hond? Waar gaat kerst eigenlijk over? Ja, hele mooie kerstboom. Van Luan. Ik heb een kerstje. Doolhofje. De zus ben jij, hoor. Hartstikke kerstvrouwtjes. Heb je nou even een plekje gevonden? De, op de rol, want precies op tijd. Vriendinnetjes gemaakt. Pauline en kringetje. Dag! Zeg maar, een bordje. Kun je nu een ijsje maken? Dank je wel. Goedemorgen, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En jij bent er nog in Bellinga, jullie zijn de kerstmannetjes. Ja. Jullie zien het goed. Vandaag is het voor jullie, als het goed is, tweede kerstdag. Als we goed hebben vooruit hebben geteld. Maar vandaag gaan nu aan Lucilla en Luxie de hele dag verkleed als... kerstman. Ja, als kerstman. Kijk, en dit zijn de outfitjes. Ze kunnen ze wel eventjes laten zien. Draai ze een rondje, jongens. Draai ze een rondje. Grandioos leuke kerstmannenpakjes jullie aan hebben. En Luxie heeft zelfs ook een kerstmannenpakje aan, hè? Een baby kerstmannenpakje. Ja. Nou, kijk vandaag weer gezellig met ons. Nee. Zo, nou een kerstmanpapa die is er ook. Goedemorgen. Ja, we hebben de kerstkruien aan vandaag, ja, hè? Ja, ik ben eigenlijk zo mooi. Het is vandaag tweede kerstdag in de vlog, volgens mij. Ja, iedereen een heel gezegend tweede kerstdag toegewenst. Ja. Ik zou dus ook zo'n mooi kerstmannenpak hebben, maar die helpen ze niet een pak. Volgend jaar haal ik voor jou ook zo'n pak. Ja, die staat. Met baard. Ja? Dat is wel heel leuk. Wij gaan lekker ontbijten. Ja. Eet smakelijk, kerstmannen en kerstvrouwen en familie. Nou, de kerstmannen wilden knutselen. Dus, wat hebben we nou gedaan? Even een filmpje op, een YouTube-filmpje, hoe je een kerstboom moet vouwen. En dat zijn ze nu aan het doen. Ik ben benieuwd of ze eruit komen. Zo, kijk. Luxie doet het ook mee. Nee. Goed zo, Luxie. Ja, dat is heel handig. Kijk, dan hebben we van die YouTube-filmpjes. Wie zijn we nu aan het kijken? Wie is dit, jongens? Dit is, kijk, zo'n filmpje. Ik weet even niet. Wie is dit? Even kijken. Zo. En doe het je dit is Juf Jannie. Juf Jannie. Juf Jannie die fout hier een kerstboom. En dan weer openmaken. En die zijn ze nu aan het namaken. En die openmaken. Dus ik ben benieuwd of het gaat lukken. Ja. Maken we hem weer open. Kijk, en dan ga je hetzelfde doen. Maar dan zo. Ja, Luxie, gaan ze kerstboom vouwen. Kijk eens, schatje. Doe jij deze maar? Heb je ook een kerstboom? Ja. Ja, dat is groen, hè? Zo. Het puntje. Ja, goed zo, kerst. Vrouw Lucilla. Weer open. Kijk, dat is niet zo. Ja. Dubbele vierkant. Ja. Mama. Oeh. Dat heb ik moeilijk. Nou, komt die in gradatie moeilijker, kinderen? Zo. Ja. Mama. Dit is moeder. Wacht maar. Zo. Kijk. Ja, Lu. Ja, Lu. Ja. Ja. Oké, het vierkantje is gelukt. En het rond. Ja. Oh, kijk. Oh. Wat doet de hond? Dreaming of a white Christmas. Kan de hond zingen? Zie je dat? Ja, kijk, ja, ik kan zingen. Kijk, hij beweegt echt, hè. Dat is mooi, liefie. Ja, zingen, hè. Diepe concentratie bij Luan. Kijk eens, jongen. Ik vind het knap, kerel, zonder mama's hulp. Ja. Ja, het is wel een lastig klusje, hoor. Het is nog niet zo makkelijk een kerstboom vouwen, hè, Sil? Nee. Terwijl de kinderen lekker aan het vouwen zijn met hun kerstboompje,
Ja, krijgen we straks ook een heel gezellige visite van Martijn en zijn gezin. Martijn is, is van Picture People, waar we eigenlijk al altijd al jaren onze familiefotoshoots bij doen. En we ook afgelopen keer weer een familiefotoshoot bij hebben gedaan. En ja, de afgelopen keer dat we bij de familiefotoshoot waren, was Luxie niet zo heel erg lekker. Dus gingen we op tijd naar huis en hadden we niet meer echt de tijd om de foto's uit te laten printen. En zei hij van, weet je wat, ik kom het gewoon lekker gezellig bij jullie langsbrengen. En dan kom ik ook meteen lekker op visite met mijn gezin. Dus dat is super leuk, want zijn gezin die... Hij heeft ook twee kleinere kinderen. En ik kijk ook onze vlogjes. En we hebben ze wel vaker gezien bij meetings. Martijn werkt, helpt ook regelmatig mee bij meetings. Bij de YouTube Academy was hij ook natuurlijk. Hartstikke leuk. Dus die komen straks lekker gezellig op visite bij ons. Dat is gezellig, hè? Gaan we lekker spelen, hè? Mm-hmm. Maar voor nu zijn we nog eerst bezig de poging en het wagen om het papiertje met de kerstboom te vouwen. Mama, ik doe gewoon... Tot nu toe is het dit geworden. Mama, dus ik weet niet in hoeverre dat nog gaat lukken. Ik doe gewoon mijn eigen kerstboom. Oh, dat kan ook. Je kunt ook gewoon een eigen variant maken. Ja. Nou, leuk. Dit is dan de kerstboom. Dit is dan de pot. Oh ja, ik zie hem, ja. En dan doe ik en dan versier ik hem nog. Oké, dat kan. Hey, maar mama gaat toch nog even een poging wagen om het te vouwen. Want het leek me wel een leuk vouwwerkje. Het is alleen een beetje een lastig vouwwerkje. En we snoepen natuurlijk even wat lekkere kerstkrantjes erbij. En ik wil ook eentje. Oh, jij wilt er ook eentje. Mijn mama wil ook eentje. Inmiddels heb ik nog een poging gedaan om het kerstboom te maken. En ik ben al aardig op weg. Ik ga nou kijken of het me lukt om hem uit te vouwen. Ik pak één flapje. Flapje. En dan ga ik het bovenste punt ga ik hier naar beneden vouwen. En dan zorg ik dat ik hier een heel mooi puntje van maak. Ja. Hé, hey, maar Luan. Ja? Wat vind je ervan om kerstman te zijn vandaag? Wel leuk, maar ik vind die baard wel een beetje te heet aan je kin. Ja, die baard was een beetje te heet. Eigenlijk wel gek, hè, dat er een kerstman is met kerst. Ja. Want waar gaat kerst eigenlijk over? Jezus is geboren. Ja. En dan vieren we dat. Ja. En dan krijg ik cadeautjes. Ja. En dan gaan we de kerstboom versieren. En we vieren dat omdat Jezus dan is geboren. We vieren dat Jezus is geboren. Ja, nee, ja. De kerstman die komt niet in het verhaaltje voor. Nee. Nee, hoe kan dat eigenlijk? Eigenlijk het is het een beetje zoals Sinterklaas. En dan de Pieter zo een beetje zoals Jezus. Weet je wat ik bedoel? Oh ja? Weet je wat ik bedoel? Hè? Ja, ik weet wel wat je bedoelt. Ja. Maar denk je dat de kerstman te maken heeft met Jezus? Of hebben die gewoon niks met elkaar te maken? Ze hebben niks met elkaar te maken. In principe vieren wij kerst eigenlijk vooral ook om te herdenken dat Jezus is geboren. Wij zijn christelijk. En dat is eigenlijk voor ons de basis van het kerstgebeuren. En de kerstman is leuke bekomstigheid. Die brengt inderdaad de cadeautjes in het verhaal. Maar de kerstman is wel leuk met kerst. Ja. Het is wel een leuk kinderverhaal erbij, toch? Ja. Dat de kerstman met de arreslee door de lucht vliegt. Met de rendieren die door de lucht kunnen vliegen. Gewoon kijk, ik doe dit. Oh ja, mooi schatje. Kijk, ik ben ook met mijn kerstboom bezig. Ik moet zeggen dat hij al aardig begint vorm te krijgen. Alleen hij is niet zo mooi als ze op de YouTube video laten zien. Maar dat maakt niet uit, hè, jongen. Ik ben benieuwd hoe die maar is. Maar vind je mij dus ook mooi? En ik vind jouw kerstboom ook echt fantastisch mooi. Die kunnen we straks wel ergens ophangen. Zo heb ik dus. Kijk, de kerstboom van haar is veel mooier dan die van mij. Dit is die van mij geworden. Dan moet je hem uitvouwen. Jij mag hem wel zien. Heb ik zo een hele leuke kerstboom. Ja, een hele mooie kerstboom. En tadaa! Dit zijn ze geworden. Kijk! Die van Luan. Ik heb een standaardje gemaakt. Hij heeft een standaardje gemaakt. Kijk, hier achter. Ik heb een vormpantje aan en deze stokje. En mama, ze is en die is van mama. Nou, ik vind ze geweldig, jongen. Hé, goed gedaan. Kling, klokje, klingelingeling. Kling, klokje, kling. Nou, de kinderen zijn inmiddels met de muziekje op de achtergrond een spelletje gaan spelen. En Daniel die loopt even met Luxie haar middagslaapje. En dan laat de hond even uit. Even een boterhammetje met jam. Ja, met jam. Ja, la, la, la. Ja, la, la, la. Bells, jingle bells, ga met me mee. Wat zijn jullie aan het doen? Toehoofd, hè, zijn we aan het doen.
doolhofje. Dennenboom, wat zijn je takken wonderschoon. Ik heb je laatst in bos zien staan. Toen zaten er geen ballen aan. En voor Daniel en mij heb ik lekkere noedels. Lekker beslagen. Die komt daar binnen. Of in ieder geval terug van de wandeling. Slaapt ze? Luxie. Wie is daar weer wakker? Luxie. Luxie. Kerstvrouwtje Luxie. Heb je lekker slaapje gedaan? Ja. Je hebt lekker slaapje gedaan. Dan hebben we lekker boterhammetje eten. Dan kan ze nu weer lekker tegenaan voor vandaag. Ja. Lekker pluisje. Ja, ik zie er eens visite. Kom je openen? Hey. Oh, oh. Hallo. Hallo. Oh, oh. Kerst, hallo. Hallo. En de kerstvrouw. Kom maar heen. Kijk eens, een kleine kerstvrouwtje. Kom er gezellig in. Hallo, hoi, high five. Welkom in ons kersthuisje. Gezellig. Hallo, welkom. Mooie kersttrui. Kijk, we zijn helemaal into Christmas. De kerststerren. Hey Luan, kijk eens wat Martijn heeft meegenomen. Oh, dank jullie wel. Ja, dan kun je mooi met nieuwe dingetjes. Hebben jullie helemaal genoeg? Ja, super. Plof gezellig op de duin. Ja. Ik zie, dit is echt de kerststerren. Oh, wat leuk. Dank jullie wel voor de mooie foto's. Terwijl de mama's en de papa's beneden gezellig zitten te beppen, zijn alle kinderen boven aan het spelen. En ik hoor disco muziek, Luan. Wat ben je aan het doen, jongen? Hallo. Hé, hey, zijn jullie lekker aan het spelen hier? Ja. Hey Luxie, zit je boven op het bed? Oh, wat gezellig hier. Oh, kijk, daar gaat ze. Wat is ze, schatje? Ga je alleen van de glijbaan? Zij gaat de Luxie boven het bed tillen. Oh, dat is lief. Zij komt met vader, oh, wat lief van jou. Wat een grote zus ben jij, hoor. Oeh, liefie. Nou, gezellig hierboven. Ja, en lekker aan het spelen, hè? Oeh, kijk eens. Oh, wat knap, hé. Dat is handig. Dat is handig. Wauw. Goed zo. Daar gaat Luxie weer. Daar gaat Luxie weer. En dan draait ze om. In. 1, 2. Helemaal laatste. Ja, doe maar, schatje. Hoi, boem. Heb je weer lekkere muziek opgezet, ja. Kerstman Luan? Hoe is hier op jouw kerstkamer? Ah, Luan is lekker aan het dansen. Ben je met Barbie in het spelen? Gaan jullie zometeen mee naar de bioscoop? Ja. En dan gaan we naar... Meester Kees in de lucht. Meester Kees in de wolken of in de lucht? Daar ging het over. Meester Kees in de wolken. In de wolken. Meester Kees in de wolken. Dan gaan we lekker naar de bioscoop met z'n allen. Tasje gepakt. We gaan er vandoor, Poes en Pep. Adieu. Oh nee, twee kerstfruitjes en één kerstmanie. Ja, gaan wij met z'n allen weg naar de bioscoop? Leuk. Nou, het stormt wel allemaal meteen, hè, maar dat mag de pret niet drukken. Zijn we er klaar voor? Ja, die staat al in de regen. Zijn we er klaar voor, Silla? Jouw jas ligt nog in de auto. Goed kerstverhaal? Ja! Nou, op naar de auto. Wij gaan naar de bioscoop. Hartstikke. Zo, nou, daar gaan we dan. Op naar de bioscoop. Hallo kerstvrouwtjes. Hallo kerstman. Nou, gezellig. Kijk, dat is de Hollywood peperbus, hè? Ja, Martijn. Dat is onze peperbus. Een stukje geschiedenis, toch? Hier moeten we zijn. Zo, Luxie. Nou, even de kaartjes. En even een plekje. Heb je een plekje gevonden? Ja. Kerstvrouw? Ja. Ze wil geen kerstvrouw genoemd worden, hè? Kijk, kerstman, zegt ze dan. Dus het is een kerstmannetje. Dus helaas vandaag een kerstmannetje. Met de hele familie op de rol. Duifjes, de film is al begonnen. Dus de lampen gaan over 2 minuutjes uit. We moeten deze zoekafdeling ook. Ja, maar daar hebben we wel een verrassing voor na de film. Maar wat? Dat is de klap. Welke zaal moeten we hebben?
Zaal 4. En we gaan helemaal naar de top. Ja, zaal 4. Ja. Goed gezien. Daar, ik denk, kijk wie hier is. Nou, leuk zondag uitje, hè? Nou, jongens, precies op tijd. Lampen zijn nog net aan. Fijne voorstelling. Fijne voorstelling. Doeg. Fijne voorstelling bij Mees Kees. Dat kan ik niet anders. Ja. Oké, hou het erop. Dag man, tot vanmiddag. Dag. Een zelfgemaakt vriendenboekje, Mees. Hij is van mij. Kerstman Luan, wat vond je daarvan? Leuk. Echt een hele erg leuke film. Zelfs mijn papa vonden hem leuk, hè? Nou, we gaan nu even ergens heen. Maar dat is nog even een verrassing voor jullie. Weet je het of niet? Ja. Wat dan? Wat gaan we doen? Is toch verrassing? Oh, ja, dat is toch een verrassing. Dat zien jullie zo. Kijk dan. Lucella heeft vriendinnetjes gemaakt. Zo, nou, kijk eens. Was het een leuke film? Top. Nou, de vriendinnen hebben genoten. Hé, waar gaan we nou eten dan, Lucilla? Naar de McDonald's. Naar de McDonald's? Nou, let's go dan maar. Hé, gaan we nog even lekker avond eten in de McDonald's? Lekker patatjes. Dus ik zie patatjes. Ja, Alexie. Ja. Lucilla's patatjes, hè. Dag. Zo, nou, naar het toilet. En we gaan, ja, niet door de McDrive, maar wandelend. Naar de McDonald's in het Hollywood Center. Nou, kom maar er eventjes. Die kant op. Wandelen naar de McDonald's. Huppel in een kringetje. Wow, wat een vet mooie kerstboom. Oh, dan de boom. Oh, dan. Zeg maar dag, Paté. Ja. Dag. Van de Paté had ziek idee naar de McDonald's. Zo, nou, niet door de McDrive, maar wandelen naar de McDonald's in de Glan. Of Kerstman. Hey ho, hey ho. Zo. Dat is lang geleden zo'n avond in de stad, hè? Gezellig hoor. Zijn we er bijna, jongens? Zien jullie al een M? Ja, Lumpia. Lumpia. Ik heb een hele kleine kerstboom gevonden. Waar is het? Ja, we zijn er. Kerst Lucilla. Kijk eens. Hoe heet jij ook weer? Dat was jouw juf Charel van de kinderdagopvang. Welk nummer hebben wij? Kun je lezen? Ja, ik wacht hier. Welk nummer heb je, Martijn? Huh? Welk nummer heb je? Wij hebben nummer 40. Hoe oud gaat papa worden? 4? Wordt papa 4? Ja, ik voel me nog steeds 4, maar ik word helaas 40. Hé, maar de roepen zo om, hè? Kassa nummer 40. Kassa nummer 40. Ja. Familie van Hees, nummer 40. En wij hebben nummer 34, Vara wordt. Nee. Oh nee, je geeft iedereen. Hé, hoe vond jij Mees Kees? Vond je Mees Kees leuk? Ja. Ja? En hoe vond jij Mees Kees? Leuk? Ja? Ik vond het een superfilm. Huh? Oh, kijk eens. Dat is jouw oude juf, Lucilla. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Wat zeg je dan, Lucilla? Fijne feestdagen, dank je. Luan, pak jij het bestek even? Een bordje. Een lekker tatje? Kan jij ook je tafel bestellen? Lixie zegt altijd tatje, hè? Lixie, tatje? Lekker?
Nou, eet smakelijk, kerstman. Ja, dank je. Eet smakelijk. Ik kom ze wel brengen, hè? Oh, komen ze brengen? Ja, ja, dat zou wel surfer zijn. Dat maak je zelden mee. Hij liep surfer. Ze zijn ook nog komen brengen. Super. McDonald's. Top. Wel eens love you. Zo, Luxie, wat gaat Luan doen? IJsje maken? Ja. Oh, Luan, wat leuk. Kijk, er staat hier achter de balie. Wat zeg je dan? Dank je wel. Ga je nu een ijsje maken? Wat zeg je dan? Hey, dankjewel hè. Dankjewel. Kijk, dan kunnen ze een uurtje rijden naar huis, dan vallen ze niet in slaap achter het stuur. Met een bakje koffie. Ja. Voor jullie van eens, was gezellig. Gezellig. Adieu met een du. Doeg kindjes, doeg. Vond je dan weer een leuke vlog? Even de? Ja. Dankjewel. Ja. Ready dan weer. Ik heb een belletje. Zie je morgen. Fijne tweede kerstdag. Doei. Voeg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem. Boem boem mee. Dans mee en blijf.